Goedenavond in Christusbeminden. Vandaag willen wij opnieuw verder gaan met de bespreking van het heilig misoffer. Vorige keer spraken wij over de kelk en de pateen, hoe zij een mystiek graf zijn voor onze heiland op het altaar aanwezig. We spraken eveneens over onze mooie liturgische taal, het Latijn, hoe deze taal ons verbindt met de eerste christenheid, ons verenigt in het geloof en uitdrukt dat het heilig misoffer een mysterium fidei is, een mysterie van het geloof. Vorige keer spraken wij ook nog over de algemene liturgische houdingen, namelijk het knielen, het staan, het buigen, en hoe wij als priester en gelovigen deze bewegingen dienen uit te voeren. Vandaag willen wij eveneens drie punten bespreken, namelijk de onmiddellijke voorbereiding van de priester en de gelovigen op het misoffer, ten tweede over de voetgebeden van het altaar en ten derde over de confiteor in het bijzonder. En starten wij vandaag zoals gewoontelijk met een verering van het Allerheiligste Sacrament. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Paus Pius V, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, zoals wij eigenlijk reeds weten, begint de heilige mis niet in de kerk, maar in de sacristie. En daarom moet men het vermijden om de priester daar, of überhaupt als reeds de klokken beginnen te luiden, nog te storen of voor een aardse aangelegenheid bijzijde te trekken. Het Missale Romanum, het altaarmissaal, bepaalt immers dat de priester zich op de heilige mis moet voorbereiden. En dit geschiedt algemeen door het streven naar de christelijke deugden, maar ook door enige tijd werkelijk voor het begin van de heilige mis zich aan het gebed te wijden. Deze gebeden die de priester dient te verrichten, staan overigens ook in het altaarmissaal. De priester, zo zegt het missaal, dient zich daartoe terug te trekken op een stille plek, zijnde de sacristie, waar de missenaars het stilzwijgen houden. En daar dient hij die bepaalde gebeden te verrichten. Hij dient er zijn geweten te onderzoeken en God om vergeving te vragen voor zijn begane zonden. Bovendien maant de kerk in de Codex van het Recht dat de priester een stuk van zijn breviergebed reeds dient gebeden te hebben, namelijk de metten, de lauden, de prim en de terts. Indien, mijn dierbaren, de kerk, de priester, een passende voorbereidingstijd voorschrijft, dan wenst zij dat zeker ook van de gelovigen, van u. De kerk wenst zeker dat u enige tijd uittrekt om uw missaal klaar te leggen, zodat u bereid bent de liturgie te volgen. De kerk wenst zeker dat u de liturgische teksten reeds overweegt, dat u weet welke evangelietekst zal gelezen worden. De kerk wenst zeker ook dat u uw misintenties reeds formuleert. De intenties die u zult uitdrukken als de priester kelk en pateen, brood en wijn in de offertorium opoffert voor u. Mijn dierbaren, bereid u voor op de heilige mis. Na de gebeden die het altaarmissaal voor de priester voorschrijft, wast de priester zijn handen. En hij spreekt daarbij een gebed uit de 11e eeuw. De heilige Cyrillus van Jeruzalem schrijft echter dat de kerk met het wassen van de handen niet zozeer een lichamelijke reinheid wil, maar wel de reinheid van de ziel van de priester. Dit verwijst overigens ook naar de voetenwassing van Jezus bij het laatste avondmaal. Hij verwees naar de reinheid van de ziel en niet naar de reinheid
van het lichaam. Ook in het Oude Testament had God aan Mozes bevolen dat er een groot reinigingsbekken voor het altaar diende te staan, zodat de priester zich konden wassen voor het intreden van hun liturgische diensten. Nadat de priester zich aangekleed heeft, zoals wij reeds besproken hebben met de liturgische gewaden, dient hij een blik te werpen op het kruisoffer van Jezus, uitgebeeld op het kruisbeeld in de sacristie, omdat hij een alter Christus dient te zijn. Hij dient zich te herinneren dat hij niet in eigen naam, maar in naam van Christus, Gods Zoon, zal spreken en handelen. En na een gemeenschappelijk kruisteken en hoofdbuiging met de misdienaars, wordt er aan de sacristieklok getrokken. Het misoffer kan zichtbaar beginnen. Ook deze intocht van de priester met zijn misdienaars, mijn dierbaren, is niet zomaar een werelds binnentrekken. Het heeft ook een mystieke betekenis. Men kan het als de intocht van Christus koning in de hemel interpreteren. Of het neerdalen van Gods Zoon uit de hemel in de schoot van de moedermaagd Maria. Of het is een beeld van Christus verschijnen op Kerstmis. En daarom dient deze intocht van de priester steeds met luister, pracht en met muziek begeleid te zijn. De gelovigen herdenken tijdens deze intocht de vervulling van het eeuwenlange smachten van de mensen in het Oude Testament. Eeuwenlang hebben zij gewacht op Christus. En deze intocht vervult dus ook in de harten van de gelovigen dat verlangen en stemt hen aan tot vreugde. Voordat de priester op zondag aan de eigenlijke misliturgie zal beginnen, dient hij eerst een reinigingsliturgie te vervullen, namelijk het asperges mee. De priester dient zijn aanwezige gelovigen aan de waardigheid van hun doopsel te herinneren, zonder het welke zij niet aan de misliturgie kunnen deelnemen. Zij dienen in een bepaalde mate hun doopsel te hernieuwen. De priester besprenkelt het altaar drievoudig, zichzelf, de misdienaars en tenslotte de aanwezige gelovigen. En daarbij wordt de boetepsalm 50 gezongen. Een psalm waarbij wij vragen God onze ziel te reinigen en wit te maken, net als sneeuw. Omdat het boetekarakter van deze psalm 50 niet zo past in de vreugdevolle paastijd, wordt het asperges mee dan vervangen door het vidi aquam. Het vidi aquam herinnert ons, mijn dierbaren, aan het visioen van de tempel door de profeet Ezechiël. Ezechiël die het water uit de rechterzijde van de tempel zag stromen. Voor ons het heilig hart van Jezus dat doorstoken werd en water en bloed op de aarde liet neervloeien. Ezechiël zag deze stromen uit de rechterzijde van de tempel komen en hoe de zwakken die ervan dronken weer tot leven kwamen. In het afsluitende gebed van het asperges mee en het vidi aquam bidt de priester dat God een engel mag zenden om de parochie in bescherming te nemen nadat de duivel door de besprenkeling met het wijwater reeds uit verdreven werd. Dit gebruik om op zondag wijwater uit te delen bestond reeds in de 8e eeuw. En het was een zeer uitvoerige ceremonie, mijn dierbaren, die soms meer dan 1 uur in beslag nam. Men besprenkelde namelijk niet enkel in de kerk, maar ook erbuiten, evenals de huizen, de schuren, de velden. En omdat dit te veel tijd in beslag nam, werd deze buitenceremonie, als wij het zo mogen zeggen, in de 15e eeuw afgeschaft. Ze bleef echter ongeveer 800 jaar bestaan. Tijdens het asperges mee dienen de gelovigen het wijwater met een open hart te ontvangen
en hun verlangen naar heiligheid en reiniging van hun zonden na hun doopsel of na hun laatste goede biecht te hernieuwen. Na het asperges mee mijn dierbaren begint de priester met de heilige mis. Met de kazuivel bekleed treedt de priester aan de voet van Gods altaar, de heilige berg. De priester verricht de gebeden aan de voet van deze berg, aan de voet van het altaar, net zoals Mozes. De gebeden zijn eigenlijk echter de recent ontstaanste gebeden van onze liturgie. Oorspronkelijk besteeg de priester na een korte reverentie het altaar en begon het misoffer met het introitus. Daarom maakt de priester bij het begin van het introitus een kruisteken. In de loop van de eeuwen werd de priester echter door eerbied en door besef van wat hij zou verrichten en voltrekken, bewogen terug af te dalen van het altaar nadat hij het altaarmissaal had opengeslagen om eerst zijn onwaardigheid tegenover God en allen te bekennen. Van waar komt dit jongste gebed van onze liturgie, het trappengebed? De teksten zelf van de voetgebeden waren in de 11e eeuw een privaat voorbereidingsgebed die het altaarmissaal voorschreef voor in de sacristie te verrichten of onderweg naar de kerk of het altaar. Het was echter zo geliefd en populair dat het door Paus Pius V in de 16e eeuw in het misoffer werd toegevoegd. Interessant is dat Paus Pius V deze voetgebeden niet oplegde aan de oude ritussen van de orden van de Dominicanen, de Benedictijnen en de Carthuizers, waardoor zij het misoffer starten direct met het confiteor. Gaan we eens dieper in op de gebeden aan de voet van het altaar. Mijn dierbaren, neemt u uw missaal ter hand, opdat u beter zou kunnen volgen. De gebeden aan de voet van het altaar beginnen met een kruisteken. Daar de heilige mis de tegenwoordigstelling is van het kruisoffer, is het passend zo te beginnen. Zowel de priester als de gelovigen maken het kruisteken. Het kruisteken is de samenvatting van de drie hoofdpunten van ons katholiek geloof, zijnde de drievuldigheid, de menswording en de verlossing van Jezus Christus aan het kruis. De heilige Franciscus van Sales geeft een mooie verklaring van ons kruisteken. Hij zegt: men gebruike de rechterhand en raken het voorhoofd aan en men zegt in naam van de Vader, om uit te drukken dat de Vader de eerste persoon is in de drievuldigheid, van wie de Zoon en de Heilige Geest voortkomen. Dan laat men de hand zinken onder het hart en men spreekt en de Zoon. Men drukt uit dat de Zoon van de Vader is neergezonden op aarde in de schoot van de moeder maagd Maria, nabij haar hart, om ons te verlossen, onze ziel te reinigen. En tenslotte beweegt men het hand van links naar rechts en men spreekt en de Heilige Geest, om uit te drukken dat de Heilige Geest de liefde is die beide extremen verbindt, God en mens. Een vereniging die de mensen van de linkerzijde van de vervloeking naar de rechterzijde van de genade brengt. Het maken, het uitspreken van het kruisteken door de priester drijft niet enkel de duivel weg, maar drukt opnieuw uit dat de priester het heilig misoffer niet in eigen naam zal opdragen, maar in naam van de allerheiligste drievuldigheid. Het is een offer door God gewild. Interessant is dat men oorspronkelijk in de nieuwe misritus, in de nieuwe mis, op toedoen van de vrijmetselaar Monseigneur Bonini,
geen luid uitgesproken kruisteken wilde maken bij het begin van de heilige mis. Enkel door een persoonlijke directe tussenkomst van Paulus VI werd er beslist toch maar een kruisteken luidop te maken. Dat is verwonderlijk. Hoe zou men het kruisteken kunnen weglaten? De gebeden die volgen op het kruisteken zijn verzen uit de Psalm 42. Deze psalm werd uitgekozen omwille van de vierde vers, welke luidt: Introibo ad altare Dei. Ik zal opgaan naar het altaar van God. De Psalm 42 drukt het verlangen uit naar Gods heiligdom, naar Gods altaar. Deze verzen werden geschreven door koning David toen hij in het Oude Testament op de vlucht was voor zijn opstandige zoon Absalom en ver van het heiligdom Jeruzalem vertoefde. Absalom was de homo iniquo et doloso, de arglistige man, de man waarvan God hulp moest zenden om David redding te schenken en wiens aanhangers, Absaloms aanhangers, als een onheilig volk David vervolgden, gens non sancta. David beseft dat hij om zijn zonden gestraft wordt en daarom van het heilige verwijderd wordt. Toch stelt hij zijn vertrouwen op God. Hij smeekt God om een genadig oordeel en hoopt toegelaten worden tot de heilige berg Sion, waar Gods woontent staat, tabernakel atua, en hij God zal lof prijzen met harpsal in Chitera. Toegepast op de priester zien wij hoe deze overtuigd van zijn eigen zwakheid en zondige toestand zich onwaardig voelt de goddelijke geheimen te vieren. En daarom verwijdert hij zich van Gods altaar, Gods berg. Hij vraagt een einde te maken aan de gewetenskwelling en te oordelen tussen hem en die arglistige man, de duivel, die hem belaagt en hem ontdoen wilt van de sterkte van zijn ziel. God moet de priester zijn ziel sterken, Deus fortitudo mea. Dan zal de priester bevrijd zijn van dat onheilige volk, zijn hartstochten en zijn gebreken, en hij zal waardig kunnen opgaan naar het altaar om het offervlees te nuttigen, die hem jeugdige kracht zal schenken en God met snarenspel te loven. Quilitificat juventutem meam. De priester die aan het altaar met heilige personen en heilige zaken zal omgaan, bekent nu met teruggewonnen moed in gebogen houding tijdens het confitior tegenover God en het volk zijn schulden. Het confitiorgebed komt oorspronkelijk voort uit het breviergebed en werd in de 8e eeuw in de heilige mis opgenomen. Oorspronkelijk konden de priesters zelf uitkiezen welke heiligen zij in het confitior wensten te vernoemen. Zij kozen voornamelijk heiligen uit wiens reliquieën in het altaar bewaard werden. De kerkvergadering van Ravenna in 1314 bepaalde echter dat de priester niet zomaar elke heilige welke hij wenste te vernoemen kon uitkiezen. Zo komt het dat de priester vandaag de dag naast God zijn zonden bekent aan Maria, het reinste schepsel ooit gemaakt, aan de heilige aartsengel Michael, de schutsheer van de kerk, aan Johannes de Doper, die voor Christus de weg, waarvan de priester afdwaalde door zijn zonden, voorbereid heeft. De priester bekent zijn zonden aan Petrus en Paulus, de vorsten van de priesterstam van het nieuwe verbond, waarvan de priester deel uitmaakt. De priester bekent zijn zonden aan de ordestichter, wiens lessen de priester misschien door zijn zonden, als hij kloosterling was,
niet opgevolgd heeft. De priester bekent zijn zonden aan alle gelovigen, opdat zij, die zijn broeders zijn, zoals de heilige Jacobus zegt, voorspraak zouden inleggen. De priester verklaart gezondigd te hebben tegenover de heiligen, wiens heiligheid hij verre afstaat. De priester bekent gezondigd te hebben door gedachten, woorden en werken, en dat hij schuldig is, zeer schuldig is, en hij klopt zich op de borst om dit aan te duiden, dat zijn hart door berouw als het ware vermorzeld, verpulverd is. Het zich op de borst slaan staat vast reeds sinds de heilige Augustinus. De heilige Augustinus, hij meende donderslagen te horen toen de gelovigen zich in zijn kerk op de borst klopten. Het zich op de borst slaan heeft overigens ook een grond in het evangelie van de fariseer en de tollenaar. De tollenaar die zich op de borst sloeg en sprak: Heer, wees mij zondaar genadig. Ten slotte nodigt de priester uit allen voor hem te willen bidden. Het volk bidt voor de priester en wenst hun zielenherder Gods barmhartigheid toe en belijdt op hun beurt voor Gods almachtige troon hun zonden. Ten slotte bidt de priester om algehele vergiffenis, vrijspraak en ontbinding van alle schuld en straf. Het confiteor, mijn dierbaren, is natuurlijk geen sacramentele absolutie, maar men moet het als een sacramentalie beschouwen. Trachten we echter het confiteor nooit gedachteloos, maar steeds met waar berouw te bidden, onze zonden te herdenken en te beslissen ons leven te beteren. Mijn dierbaren, we zijn opnieuw ten einde van onze bespreking vanavond. Maar maken wij de gemaakte gedachten ons eigen goed? Overwegen wij deze gedachten en nemen wij de beslissing om de heilige mis zowel naar de uiterlijke ritus als ook naar de innerlijke gevoelens in waarheid mee op te dragen? God een passend innerlijk en uiterlijk, bewust, intellectueel, wakker offer op te dragen. Daar zijn we eigenlijk door ons heilig doopsel toe verplicht. Wij zijn kinderen van God, gereinigd en erfgenamen van de hemel. Wij dienen God de verschuldigde eer te geven. En daarom, mijn dierbaren, bidden wij tot slot een mooi schietgebed tot onze lieve vrouw, opdat wij werkelijk gekentekend mogen zijn van liefde tot de heilige mis. O Maria, druk uw gevoelens aan het kruis ondervonden diep in mijn zielen in. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, ik wens u nog een goede avond en God zegen. En ik hoop je allen bij de volgende keer allen terug te zien. Goede avond.